aan deel 2, hè? Goed, nou, we hebben gezegd hiervoor en ook in de vorige lezing dat er 3 grondstellingen zijn. Grenzeloosheid, cycliciteit, gelijkwaardigheid en groei. Hypothese. Als je ze overdenkt, dan kunnen ze een dam opwerpen tegen die gevoelens van eenzaamheid. We spraken ook over de logos, dat zaadje, de bron, waaruit alles voortkomt binnen een bepaalde hiërarchie, waardoor alles met elkaar verbonden is en in samenhang werkt, leeft, groeit in één groot levensweb. Toch is het zo dat je deze ideeën kunt bestuderen en zelfs de waarheid ervan leert inzien, of althans die waarheid overweegt, maar dat je toch depressief bent of een zwaar gemoed hebt, moedeloos bent. Toch kun je dan een beetje eenzaam zijn. Maar er is een sonnet van de Nederlandse dichter Dermouw dat zo begint. Ik ben Brachman, maar we zitten zonder meid. Ja, ik ben Brachman, dat wil zeggen, hè, Brachman, een Sanskriet begrip dat eenheid betekent. Het is, ik ben de eenheid van het leven zelf. Ik ben de bron waaruit al het leven voortkomt. Maar mijn kleine huiselijke probleempjes, hè, we zitten zonder meid, is daar nog niet mee opgelost. Ofwel, je kunt een verheven visie hebben, maar dat lost nog niet op al de praktische problemen waarmee je zit. Wel, het overdenken of het koesteren van een verheven visie wil nog niet zeggen dat alle mogelijke disharmonische oorzaken uit het verleden, alle vraagstukken waarmee je in vorige levens geworsteld hebt en die je nog niet tot een vredigende oplossing hebt weten te brengen, dat die zijn opgelost. We zijn ook die persoonlijkheid met zijn verleden, met zijn verlangens en wellicht ook zijn angsten. Zelfs als we iets beginnen te begrijpen van de illusoire omstandigheden waarin we leven, dus als we in die hogere denkaspecten gaan denken, wat ik net in die vragen probeerde duidelijk te maken, dan zullen we toch nog moeten dealen met al onze gedachten en daden uit het verleden. Daden die we verricht hebben toen we misschien nog een beperktere visie hadden. We zullen ook moeten dealen met al die mensen met wie we in het verleden contact hebben gemaakt. Misschien klinkt dat woord dealen een beetje negatief, maar ik bedoel te zeggen dat we een band met die mensen gesmeed hebben, met die omstandigheden gesmeed hebben. Een band op basis van sympathie of antipathie. Maar misschien hebben we in het verleden ook een bepaalde eigenschap ontwikkeld waardoor we moeilijk contact kunnen maken. Ons onmachtig voelen contact te maken. We zijn misschien heel erg verlegen. En dat contact heb je nodig, broodnodig. Zeker als je jong bent en jezelf aan het ontdekken bent. Want in de meeste gevallen zul je dan niet alleen die verleven visie hebben. Hè? Ik ben Brachman. Maar er zijn natuurlijk ook talloze andere gedachten, andere levensfilosofieën, aspiraties, wensen. En die zullen ook door je bewustzijn rondwaren. En we hebben contacten nodig om erachter te komen wat nu waardevol is en wat niet. Dat jongeren contact nodig hebben, bleek weer heel duidelijk uit de pandemie. Het was voor veel jongeren een verdomd zware tijd. Zelf hoefden ze niet zo bang te zijn voor het virus dat bij de meeste jonge mensen, niet zo heel ernstig is. Ze worden daar niet zo heel erg ziek van. Maar ze werden wel afgesloten van alle contacten, van hun klasgenoten, de vrienden op de sportclub. Was wel contact met Zoom of Teams of de sociale media. Maar dat ervaarden ze toch als surrogaat. Veel ouderen begrepen dat niet. Die waren ook wel een beetje boos. Kunnen ze nou niet even wachten met dat feesten? Laten ze dat voor ons ouderen doen? Ze hoeven toch niet zo egoïstisch te zijn? Hè? Dat soort geluiden hoorde je vaak. Maar de jongeren zochten eigenlijk helemaal geen feest. Ze zochten niet de voetbalclub. Ze zochten elkaar. Ze zochten eigenlijk naar hun identiteit. Wie ben ik? Wat doe ik? Hoe verhoud ik mij tot anderen? Wat is mijn ideaal? Hoe vind ik de mens of de mensen met wie ik mijn leven wil delen? Hoe wil ik leven? Weet je, dat soort vragen kun je alleen goed met elkaar beantwoorden. In samenhang met elkaar, al pratend, filosoferend, zoekend met elkaar.
En dat werd gemist. En veel ouderen begrepen dat niet. Ze begrepen niet dat in interactie met elkaar jezelf leert kennen. Nu gaat het natuurlijk heel erg om de kwaliteit van de contacten. De kwaliteit van de communicatie. Als jongeren zich eenzaam en onbegrepen voelen, dusdanig dat ze nauwelijks meer levenslust hebben, dan is er in het hele geboorteproces, in de opvoeding die ze krijgen, de omgeving waarin ze leven, iets misgegaan. Wat is er misgegaan? Wat gaat er mis als je die banden niet ervaart, als je je geïsoleerd voelt? Hoe komt die eenzaamheid in de mens? En we focussen ons nu met name op de jeugd, hoewel er zeker onder ouderen ook een hele grote eenzaamheid bestaat en die moet ook ongetwijfeld zeer serieus bekeken worden. Ja, als we de extreme gevallen onder jongeren buiten beschouwing laten, hè, gevallen van kinderen die door hun ouders of opvoeders zeer geïsoleerd worden opgevoed, hè, soms vernemen we over die extreme gevallen in de media, dan zullen de meeste kinderen in de peuter- en in de kleuterfase dat gevoel van eenzaamheid niet zo sterk kennen. Als ze wat ouder worden, kunnen ze geconfronteerd worden met pestgedrag. Dat kan heel heftig zijn. En je jeugd kan daardoor volledig overhoop gehaald worden en in de war worden geschopt. Op de middelbare school kan het gevoel ontstaan dat je anders bent dan anderen, dat je je onbegrepen voelt. Hoe moeten we dit plaatsen in het beeld van de wordende mens, de reïncarnerende mens die zichzelf weer aan het worden is? Laten we nog eens kijken naar hoe dat bewustzijn van de mens is samengesteld. Vorige week lieten we dit schemaatje ook zien. 7 bewustzijnsbeginselen. Het goddelijke, geestelijke, denken, begeerte, vitaliteit, het gevoel, het astrale element in ons en het lichaam. En we lieten vorige week ook dit schema zien, de 7 denkaspecten. En je ziet diezelfde 7 universele beginselen, maar nu weerspiegeld in het denken. Dus 7 denkaspecten. De cursus Anders Denken in de lessen 3 en 4 komen ze uitgebreid ter sprake. En iedereen kan die aspecten in zichzelf herkennen. En daardoor ook in anderen trouwens. Wel, zo rond het 14e jaar, en ik geef gemiddelde getallen, want er zijn natuurlijk heel veel individuele verschillen. Als de eerste idealen zich openbaren, dan wordt het tweede aspect, van boven geteld, dus het begrip, de intuïtie, geactiveerd. Dat gaat niet in 1 keer natuurlijk, dat is een proces van enkele jaren. En het wordt precies tot dat niveau actief als waarin je het in vorige levens ontwikkeld had. En als je in een omgeving leeft waar het idealisme een normale zaak is, als je ouders zich niet alleen inspannen voor de hypotheek van hun huis, voor feesten, luxe producten, vakantie, maar als ze bijvoorbeeld ook praten over Afghanistan en de ellende daar, over de vluchtelingenproblematiek en hoe we dat kunnen oplossen, als ze praten over een andere wereld, een wereld die meer op mededogen en samenwerking gebouwd is, praten over zingeving, wat is nou de zin van het leven enzovoort. Kortom, als er idealisme heerst in je omgeving, dan zou dat ontwaken van dat begripsvermogen, dat idealisme, geleidelijk en harmonieus plaatsvinden. Je intuïtie openbaart zich steeds meer. Je onderscheidingsvermogen neemt toe. Het idealisme wordt ook steeds werkelijker, reëler. Kortom, je zult op een harmonieuze wijze de meer geestelijke aspecten tot werkzaamheid brengen. De banden met anderen ervaren, saamhorigheid ervaren, misschien zelfs dat eenheidsbesef kunnen ervaren. Je zult je niet eenzaam voelen. Je weet je als het ware opgenomen in een groter geheel. Maar als je niet in zo'n omgeving opgroeit, als je opgroeit in een omgeving waarin mensen alleen aan hun eigen korte termijn belangen denken, dan conflicteren de
spirituele invloeden uit jezelf, van die hogere lagen, uit jezelf, met de dagelijkse praktijk. Of de mogelijkheid dat ze gaan conflicteren is in ieder geval reëel aanwezig. Je bent als jongere nog bezig met het proces van geboren worden. Je bent nog niet in charge. Je hebt nog niet de controle over al je gedachten en gevoelens. Over je aspiraties en je idealen. Er kan verwarring ontstaan. Wat is waar? Wat is werkelijk? Is het waar wat ik binnen in mij voel? Is het waar wat ik vaag aan denken ben? Ik denk gedachten die veel verder reiken dan het praktische directe nut, maar van mijn omgeving, verbaal of non-verbaal, ontvang ik steeds gedachten die mij wijzen op het zogenaamde praktische nut. Dat ik mijn best moet doen op school, dat ik mijn diploma moet halen, want dan kan ik straks een goede baan krijgen. Begrijp je in welke toestand je kan komen te verkeren? Waar zit er nou die eenzaamheid van jonge mensen? Wat kunnen ze niet met anderen delen? Gaat het erom dat ze niet kunnen delen dat ze een onvoldoende hadden voor wiskunde, dat ze te laat op school kwamen, dat ze zaterdag in de supermarkt op de hoek werken? Gaat het daarom? Of gaat het erom dat ze geen traumatische ervaring kunnen delen? Dat ze geen raad weten met hun eigen vragen en idealen? Gaat het om een verborgen liefde? Gaat het om hun eigen onzekerheid met betrekking tot zichzelf, met betrekking tot de toekomst, tot anderen, hun relatie met anderen, met de wereld? Gaat het erom dat ze de beweegredenen van anderen en zichzelf niet begrijpen? Gaat het over wezenlijke zaken of over banaliteiten? Werkelijkheid of illusie? Als je in een omgeving leeft waarin het idealisme niet of nauwelijks aanwezig is, dan is de kans groot dat je terugvalt op je persoonlijke ego. Je valt terug op dat deel van de mens dat leeft in dat gevoel van afgescheidenheid. En dat is precies de grootste bron van eenzaamheid. Van het niet zien van de contacten die er tussen mensen zijn. Jonge mensen staan feitelijk voortdurend op een kruispunt. Welke weg moeten we inslaan? En als de invloed van de hogere denkaspecten niet of onvoldoende doorcijpelt, dan wordt de levensverwachting, dan worden de doelen die je stelt volledig afgestemd op het uiterlijke leven. Daarbij spelen in onze tijd de sociale media ook een belangrijke rol. De sociale media zijn natuurlijk ook een middel tot communicatie, maar het is eigenlijk een substituut. Of misschien beter gezegd, een surrogaat. En waarom is dat zo? Omdat de lat heel hoog wordt gelegd. Omdat er feitelijk een illusoir beeld wordt geschapen van hoe je zou moeten zijn. Wat voor spullen je zou moeten hebben. Hoeveel vrienden je hebt. En hoe je eruit zou moeten zien. Kinderen en jongeren bedienen zich van sociale media omdat ze met anderen willen communiceren. Je probeert je te verbinden met anderen. De sociale media vergroot echter alles. Versterkt de onzekerheid. Versterkt de angst. Je kunt tegenwoordig gecanceld worden. Ja. Voor degenen die dat niet weten, dan word je eruit gegooid en hoor je er niet meer bij. Je krijgt weinig likes op je Facebookpagina. Slechts één puistje en de onzekerheid wordt gigantisch groot. Dat puistje kan je wereldbeeld doen ineenstorten. Kan je uiterst onzeker maken over jezelf. Je durft geen risico te nemen, want je bent bang dat je vrienden je daarop afrekenen. Je wilt als ze anders zijn, je wilt perfect zijn. Influencers kunnen daarbij van funest belang zijn. Ze laten een onnatuurlijk, schijnbaar perfecte schoonheid zien die misschien artificieel is gepimpt of wellicht zelfs gefotoshopt. En daarmee roepen ze een onbereikbaar schoonheidsideaal op. In de ergste gevallen wordt de in de put zittende jongen of het in de put zittende meisje nog dieper in de put geduwd, omdat er talloze websites zijn die, hoe gek dat misschien ook mogen klinken, de problemen aanmoedigen en verheerlijken. Dat zijn bijvoorbeeld de zogenaamde sites voor anorexia, automutilatie, artificieel oppimpen, ofwel jezelf pijnigen. En toch denk ik dat achter deze trieste gevallen, die soms zelfs tot de dood van een puber leiden, een wanhopige poging zit om te communiceren.
contact maken met anderen. Meisjes, maar trouwens ook jongens met anorexia, zoeken elkaar op omdat ze een verwantschap met elkaar voelen, omdat ze erbij willen horen. Ze horen tenminste ergens bij. Maar een ideaalbeeld van slankheid is een grote illusie, is een fata morgana in een woestijn van eenzaamheid. De werkelijke oplossing hiervoor is dat jongeren, maar dat geldt evengoed voor ouderen, leren te communiceren. En vooral je af te vragen met welk deel in mezelf communiceer ik. Jullie kennen ongetwijfeld het communicatieschema, hè, van de zender en de ontvanger en de boodschap. En de ontvanger geeft zijn feedback en wordt dan de zender. En de eerste zender wordt dan de ontvanger. En zo ontstaat er een circulair proces. Wel, de eenzaamheid zit er maar in dat je je gedachten, je wensen, je aspiraties niet kan delen. Je kan ze niet verpakken als het ware in een boodschap. Je kan ze niet delen omdat je ze zelf niet goed kent. Kijk, de huis-, tuin- en keukenboodschappen kun je wel delen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat diepere. Dat vanuit die hogere aspecten in je komt. Dat kun je niet delen. Omdat je de invloeden uit die hogere delen van jezelf niet opmerkt. Of niet op waarde schat. Of niet in overeenstemming kan brengen met de realiteit van alle dag. Dit communicatieschema van zender en ontvanger dat we leren op school. Maar er is nog een ander iets. Iets wat we meestal niet leren. En dat is dat er allereerst sprake moet zijn van wat je een innerlijke communicatie kunt noemen. Laten we nog eens kijken naar die verschillende denkaspecten. Je kunt dus stellen dat we op 7 manieren kunnen communiceren. Ofwel, er zijn 7 ikken in ons. Die elk op zijn eigen manier communiceert. En het spreekt voor zich dat de kwaliteit van deze 7 manieren van communiceren erg verschilt. Als je een foto van jezelf op Instagram of op Facebook post, waarop je heel mooi bent, hè, dan communiceer je anders dan wanneer je een oproep deelt om iets te doen aan de klimaatproblematiek. Kijk, op het moment dat je de leeftijd bereikt dat je het gezin uitgaat, en dat is natuurlijk een geleidelijk proces, en je eigen weg in het leven gaat vinden, dan kun je dus op verschillende manieren contact maken met mensen. En dus ook op verschillende manieren je levenspartner vinden. En wat laten we niet vergeten, dat het gevoel van eenzaamheid vaak te maken heeft met het feit dat een jongere geen partner heeft. Dat is een bron van onzekerheid, een bron van leed. Vooral ook als een relatie stuk loopt. En soms wordt er wel wat meewarig gesproken over kalverliefde, maar ik heb gemerkt dat dat aanleiding kan zijn tot groot verdriet. En daarom is het ook belangrijk dat je je bewust bent van die verschillende lagen in jezelf. Met welk ik communiceer ik? Met welk ik zend ik gedachten uit? Laten we grofweg 3 categorieën onderscheiden. Als je gedreven wordt door het uiterlijk, dan straal je een bepaalde sfeer uit, een bepaalde kleur, waardoor je mensen aantrekt die daarmee overeenstemmen. Ja, dat is de fysieke aantrekkingskracht. Dat is bij jongeren vaak een belangrijke zaak. Meisjes staan uren voor de spiegel, jongens zitten in de sportschool. En tegenwoordig zien we ook dat jongens uren voor de spiegel staan en meisjes in de sportschool zitten. Maar realiseren ze zich dat wanneer ze het uiterlijk zo belangrijk maken, dat ze mensen aantrekken die tot een bepaalde categorie horen? En willen ze dat? Hebben ze zich afgevraagd of ze werkelijk dat type mensen willen om duurzaam contact mee te hebben? Als je hen hiermee confronteert, zullen ze zeggen, ja, je moet toch ergens op afgaan. Maar ze moeten leren te beseffen dat wat hun innerlijk is, dat dat de sfeer is die ze uitstralen. Dat ze daardoor mensen aantrekken. Dan zijn er ook mensen die geld, rijkdom, grote auto's, huizen met een zwembad belangrijk vinden. Ja, ze kunnen dat ook vinden omdat ze daarmee indruk willen maken op anderen. Maar dat zijn toch mensen die
berekenend zijn. Hoeveel verdien ik? Wat kan ik kopen? Heb ik genoeg geld voor de hypotheek van het huis dat ik wil? Met welk beroep verdien ik het meest? Wie denk je dat deze mensen aantrekken? Je kunt ook idealistisch in de wereld staan. Hoe kan ik bijdragen aan een betere wereld? Iets doen tegen de opwarming van de aarde en de teloorgang van de biodiversiteit tegengaan. Wat kan ik doen dat er minder geweld, minder agressie in de wereld is? En er zijn natuurlijk veel meer idealen. Het kan natuurlijk ook een combinatie zijn van deze drie, maar er zal altijd één aspect domineren. Hoe dan ook, de kwaliteit van je bewustzijn bepaalt ook de kwaliteit van de groep waarvan je deel uitmaakt of deel van gaat uitmaken. En het ligt voor de hand dat als je de begeerte naar rijkdom domineert, bijvoorbeeld, je in een kwalitatief andere groep terecht zult komen dan wanneer het idealisme domineert. En je moet voor jezelf maar eens afvragen met welk deel van jezelf je communiceert als je bijvoorbeeld een zekere trots ervaart omdat je mooi slank bent, of als je een geslaagde foto van je vakantie op Ibiza op Instagram zet. Ik kan de diepere drijfveren van andere mensen niet kennen, maar je kunt ze wel van jezelf kennen. Denk daarover na. En als het kan, spreek daarover met een vriend of met een vriendin. Zoals we vorige week zeiden, gaat met het opgroeien van de puber het geweten, het karakter en de spirituele wil zich steeds meer manifesteren. Laat dat geweten meespelen. Geef het de leiding bij het uitzenden van gedachten. Het zal dan ook bepalen wat je terugkrijgt, wie je ontmoet. De andere twee meer innerlijke aspecten, je werkelijke karakter en de spirituele wil, komen ook in die jonge levensjaren tevoorschijn. Geef die ook hun rechtmatige plaats in je bewustzijn. En daarmee bedoel ik, wees zelfstandig. Weet zelf wat je denkt. Weet zelf wat goed is en wat niet goed is. En dat is best wel moeilijk. Heb je het wel eens meegemaakt dat je in een groep zit die bepaalde dingen doet die je eigenlijk helemaal niet wilt doen? Of dat het gesprek een bepaalde richting op gaat waarvan je weet, want dat zegt je geweten namelijk, waarvan je weet dat het niet die richting op moet gaan. Ben je dan voldoende zelfstandig? Heb je voldoende spirituele wil ontwikkeld dat je dan nee zegt? En of het gesprek een andere wending geeft of de groep verlaat en dan op de koop toeneemt dat ze je een sulletje of een sukkel vinden? En daarom is het belangrijk om die innerlijke communicatie, als ik het zo mag noemen, goed op gang te houden. Wat bedoel ik daarmee? Kijk, die hogere lagen van je bewustzijn, het spirituele en het goddelijke, het geweten, je werkelijke zelf, de hogere wilskracht, zijn op hun niveau, op hun gebied, altijd actief. Ze hebben aansluiting op de universele, geestelijke en goddelijke werelden. Ze zijn daar een onderdeel van. De persoonlijke mens, als die hier op aarde leeft, wij dus, moeten ons daarvoor openstellen. We moeten er naar leren luisteren. We moeten de communicatiekanalen in onszelf goed laten functioneren. Kijk, communicatie is een zeer dynamisch proces. Je kunt eigenlijk nooit niet communiceren. Bewustzijn dat we zijn is altijd in beweging. Het stroomt altijd. We merken niet altijd onze hogere aspecten op. We vereenzelvigen ons er niet altijd mee, maar ze zijn er wel. Precies zoals een radio-uitzending, een radiostation, er is, ook al stem je radio er niet op af. Ook de externe communicatie, dus de communicatie met anderen, gaat altijd door. Want we doen altijd indrukken op, ontvangen dus altijd gedachten, we denken altijd, we zenden altijd gedachten uit, ook als we niet praten. Je bent feitelijk altijd bezig met contact leggen, ook als je niet opmerkt met wie je contact legt. Dus als je bijvoorbeeld berekenend bent, dan maak je contact via je bewustzijn, via je denken,
met mensen die dat ook zijn. Mensen die geld verdienen ook belangrijk vinden. Met hen smeed je dus een band of maak je een al bestaande band sterker. Zelfs als je die mens in dit leven nog niet hebt ontmoet. Als nu de innerlijke communicatie verstoord raakt, als we ons geweten niet operationeel hebben gemaakt, als we de intuïtie in ons gesmoord hebben, of nog niet in ons jonge leven die intuïtie actief hebben gemaakt, en dat betekent dus dat de innerlijke harmonie er niet is, dan oefent dat ook invloed uit op de uiterlijke communicatie. Kijk, als je jezelf niet begrijpt, dan kun je ook moeilijk overbrengen wat je bent. Tenzij je natuurlijk overbrengt dat je jezelf niet begrijpt. Communiceren komt van een Latijns woord, communus, en dat betekent iets wat door allen gedeeld wordt. Je maakt de ander als het ware deelgenoot van jouw denkbeeld, van jouw wereld, van jouw gedachten. Maar als je niet weet wat je eigen gedachten inhouden, dan wordt het moeilijk delen. Wil je daarom aan de noodzaak voor contact met anderen voldoen, en dat is nodig om je eigen identiteit te vinden, dan zou je allereerst de innerlijke communicatie op orde moeten hebben. En vervolgens zou je kunnen afvragen, met welk deel van mezelf zoek ik contact met anderen? Zoek ik naar lichamelijk, emotioneel, intellectueel of spiritueel contact? Wat vind ik echt belangrijk? Welk contact is duurzaam en stijgt uit boven de alledaagsheid? Werkelijk contact maken met de mens die de ander is, houdt ook in dat je contact moet maken met de mens die je zelf bent. Nu wordt vaak naar een fysieke omstandigheid gezocht om met elkaar te communiceren. Laten we samen iets gaan eten, naar de bioscoop gaan, samen naar de discotheek gaan. Maar leidt dat tot contact van mens tot mens? En daarmee bedoel ik natuurlijk de werkelijke mens, de menselijke kracht achter het masker dat de persoonlijkheid is. Ik beweer niet dat je niet samen mag eten of zo, of dat je niet naar de bioscoop kan. Natuurlijk is het prima als je dat doet. Maar voor werkelijk contact met elkaar is dat feitelijk niet eens nodig. Ik zie altijd vlak waar ik woon twee meisjes op een bankje zitten. Jonge meisjes, jaren 15, 16, met elkaar zitten ze te praten. Ik weet niet waarover ze praten, maar meer dan zo'n bankje heb je eigenlijk niet nodig. Laten we hopen dat ze over hun idealen praten, elkaar wederzijds bevruchten met mooie ideeën en gedachten, en dat ze hun ideeën kunnen toetsen aan die van een ander. Maar dat kan pas werkelijk plaatsvinden als die innerlijke communicatie heeft plaatsgevonden en de mens in contact staat met de hogere aspecten in zichzelf. Straks na de pauze gaan we proberen uit te leggen wat de optimale omstandigheden zijn om dit proces te realiseren. Maar eerst die korte pauze van 3 minuten waarin u uw vragen kunt stellen, en die gaan we dan na die korte pauze als eerste proberen te beantwoorden. Zo, Bouke, ik heb begrepen dat er weer wat vragen zijn. Ja, zeker. Er zijn nog wat van vorige deel, maar ik wacht wel even, want diegene heeft een tweede vraag gesteld. Daar begin ik mee. Zijn de eerste levensfasen, zoals de middelbare schooltijd en de basisschool, een van de belangrijkste fasen in je leven? Of zijn alle fasen even belangrijk? Ik neig ertoe om te zeggen dat alle fasen belangrijk zijn. En wat zeker niet vergeten moet worden, de fase voordat de mens geboren is. Zelfs voordat de vrouw in verwachting is. Want die hele sfeer wordt in feite al opgeroepen voordat de conceptie heeft plaatsgevonden. En dat wordt vaak vergeten, helaas. Maar die eerste levensfase, dus voor de bevruchting van die eicel, dus voordat de vrouw in verwachting is, en dan als de baby geboren is, dat je dan een bepaalde sfeer oproept, een harmonieuze, liefdevolle sfeer, heeft heel veel invloed. En natuurlijk heeft ook als die peuterleeftijd en die kleuterleeftijd heeft heel veel invloed, want dan kan je al beginnen met bepaalde gedachten aan te reiken. En natuurlijk heeft ook die lagere school heel veel invloed, en natuurlijk heeft ook de puberteit, hè, zeg vanaf het 14e jaar, heel veel invloed. Natuurlijk zou het proces
van de opvoeders anders moeten zijn. Volgende week zullen we daar meer over praten. Maar ik ben geneigd om te zeggen dat alle fasen in dat geboorteproces belangrijk zijn. Ja, en de tweede vraag, die wacht ik even mee, want die gaat over de laatste fase tijdens het stervensproces. Dat hele belangrijke moment van het panoramisch visioen, waarin je je leven overziet en die spirituele lessen leert. En dan vraagt diegene zich af of iedereen wel ver genoeg ontwikkeld is in zijn bewustzijn om iets van dat panoramisch visioen te begrijpen, omdat het zo waardevol is. Ja, dan moet je iets meer weten van dat panoramisch visioen. Kijk, het is niet de persoonlijkheid die dat panoramisch visioen heeft. Want zou dat het geval zijn, dan zou iemand die vanaf zijn geboorte verstandelijk gehandicapt was en nauwelijks een panoramisch visioen hebben. Maar het is de persoonlijke mens die zich verheft en tijdelijk zich verbindt met de reïncarnerende ego. Dus het masker wordt even afgeworpen en dat persoonlijke bewustzijn wordt één met de reïncarnerende ego. En je kijkt dus als het ware naar het leven dat zich heeft afgespeeld van de geboorte tot de dood. Het is de toneelspeler die zijn masker afdoet, de acteur wordt en de rol die hij gespeeld heeft in dit leven nog eens een keer beschouwt. En het is uiteraard wel verschillend per mens. Als je spiritueel bent, dan zou je een helderder beeld hebben. En dan zou je zelf de oorzaak uit vorige levens kunnen zien, waarom je in een bepaalde familie geboren bent, of waarom op een bepaald moment een vriend stierf, of waarom je ziek werd en zo. Je zou dan heel diep kunnen kijken in de oorzakelijkheid van bepaalde gebeurtenissen. Je kunt dat ook trainen. Hè? Als je elke avond voordat je gaat slapen de gebeurtenissen van de nacht de revue laat passeren, dan train je erin. En dan heb je dus een helderder panoramisch visioen. Ook zal het korter duren, hè? Omdat het iets is wat je beheerst. Maar zelfs iemand die daar helemaal niet in getraind is, dus iemand die niet zo spiritueel is, zou toch zo'n helder visioen hebben dat hij precies weet wat er in het leven is gebeurd. En het allerbelangrijkste is dat hij de rechtvaardigheid ervan begrijpt. Hij begrijpt dat het zijn eigen oorzakelijkheid is geweest waardoor hij dat leven heeft kunnen leiden. Dus zelfs de vraag van het vorige gedeelte over iemand met een geestesziekte of mentale ziekte, zelfs die heeft een helder panoramisch visioen. En hij begrijpt dus waarom die in dit leven een verstandelijk gehandicapt was. Ja? Dan een volgende leuke vraag. Mensen die zich in dit leven op latere leeftijd spiritueel ontwikkelen, zullen deze mensen in een volgend leven op een jongere leeftijd spiritueel zijn? Ja, er zijn natuurlijk een heleboel oorzaken die leiden tot een bepaalde geboorte. Maar natuurlijk. Je kunt tot de laatste seconde van dit leven groeien in wijsheid, groeien in mededogen vooral ook, hè? Iets voor je medemensen willen betekenen. Dat kan tot de laatste adem. En dat heeft natuurlijk zijn weerslag in een volgend leven. Ja, waardoor je sneller en beter tot begrip komt van bepaalde spirituele wijsheden. Dus we hebben het nu over de jeugd, maar het houdt niet op als je 21 bent. Wel nee, dat educatieproces, het leerproces gaat, als het goed is, door totdat je je moederhoofd op het kussen legt en het voor dit leven voor gezien houdt. En voor nu nog een laatste vraag met betrekking tot waarheid en illusie. En dat is iemand die zegt, in oude hindoeïstische geschriften staat alle wijsheid in principe voor over die spirituele weg. En hoe kan het nou dat we juist die ware wijsheid, dat we die vergeten, dat die vervaagt? Ja, dat is wat ik probeerde duidelijk te maken toen ik over illusie sprak. Hè. Wij noemen dat dan in onze cursus anders denken, het antropomorfische denken, dus vanuit je eigen persoonlijkheid denken. Dus je gaat de dingen interpreteren overeenkomstig je eigen kleine persoonlijke gedachten. En dan verander je bijvoorbeeld zo'n eerste uitgangspunt van de Theosophia, hè, dat grenzeloze, onveranderlijke beginsel, dat verander je in een god
En nog later krijgt die god een baard, weet je wel. En dan, nou ja, je kent dat hele proces wel. Dus je maakt iets universeels, maak je kleiner. Dat is een proces dat in feite in alle religies zich heeft voorgedaan. Want alle religies, ook het boeddhisme, dat misschien nog maar de meest verhevene was, of misschien nog wel is. Maar zelfs in het boeddhisme zie je dat er een degeneratieproces heeft plaatsgevonden. En dat de oorspronkelijke gedachten persoonlijk worden geïnterpreteerd. En dan moet er dus een nieuwe impuls komen. Dus dan moet weer een mevrouw Blavatsky opstaan. Of die moet de wereld ingezonden worden door die groep mensen die achter de theosofische beweging staan. Om opnieuw de boodschap te vertellen, met andere woorden, aangepast aan de tijd. Oké, dankjewel. Dat waren de vragen voor nu weer. Oké, dan gaan we naar het laatste stukje. Nou, ik hoop dat het duidelijk is.